Oma, we kennen haar als een lieve vrouw die je altijd verwendt op het moment dat jij langskomt. Dit kan zijn met lekker eten, of je komt eventueel een zakcentje halen omdat je een mooi rapport hebt gehaald. Maar er is één oma in het bijzonder, genaamd de boze oma. En nee, dit is niet onze oma. Maar een oppas mochten je ouders een goedkoop iemand nodig hebben. Er staan geen enkele reviews online over de boze oma. Maar zal dit allemaal goed aflopen? Om daarachter te komen, like even deze video. Kunnen wij voor de 5000 likes gaan? En ben jij geabonneerd? De boze oma in ieder geval wel. Zo niet, dan word jij achtervolgd door de boze oma en dat is niet zo prettig. Genoeg gepraat, laten we gaan beginnen aan de video. Het begon allemaal op een vrijdagochtend, waarbij Lex en David een dagje school hadden. De ouders moesten werken en na hun werk hebben ze een weekendje naar Duitsland gepland. Puur om even quality time te hebben zonder dat de kinderen erbij zijn. De ouders hadden een oppas geregeld voor hun kinderen. En dit kon niet bij oma en opa zelf, want zij zijn op pensioenvakantie voor 3 maanden lang in Italië. Dus hebben zij voor de goedkoopste oppas gevonden die er is. Een oude, eenzame vrouw in een grote boerenhuis met een kelder. De kinderen gingen naar school toe. Lex en David zijn 10 jaar oud en ze zitten bij elkaar in de klas. Ze kregen in de kring een weekendronde om te vertellen wat ze dit weekend gaan doen. De ene ging windsurfen, de andere ging afzwemmen voor zijn zwemdiploma. Maar David en Lex vertelden dat ze in het weekend alleen zouden zijn bij een oppas. Ze hebben het namelijk over een boerenoma in een boerenhuis. De kinderen maakten een opmerking van, daar zou ik maar zo snel mogelijk wegrennen als ik jou was. Want op het moment dat je al binnen bent, is het te laat. En ja, dit zei ze op een lachende manier. Lex en David vroegen zich af, hoezo? Waarbij de kinderen een griezelig verhaaltje vertelden van, waar denk je waar Michelle en Stacy terecht zijn gekomen uit onze klas? Precies ja, 1 maand geleden is het gebeurd. En toevallig zijn ze allebei vermist nadat ze bij deze oppas zijn geweest. Volgens mij kidnapt oma iedereen. David en Lex werden boos en zeiden dat ze moesten stoppen met deze bangmakerij. Even later is het lunchpauze en David en Lex gaan er gretig gebruik van maken. En geloof het of niet, ze zijn toch een beetje bang geworden naar het gerucht wat ze hebben gehoord. Al willen ze dit totaal niet graag geloven, begonnen ze het stiekem toch wel te geloven naar wat er verteld is. Ze belden hun ouders op om te vertellen dat er allemaal aan de hand was. En de ouders zeiden, wat kraam jij onzin uit? Stop met deze onzin alsjeblieft. Als je dit nog 1 keer tegen mij zegt, ga ik het tegen de oppas zeggen wat jij over haar zegt. En ze hingen boos op telefoon op. De schooldag zit erop en de kinderen moesten wachten totdat de ouders hen kon brengen. Ze moesten maar liefst 1 uur lang rijden voordat ze bij die plek terechtkwamen. Maar voor de ouders kwam het goed uit, want het lag precies op de route naar Duitsland. Dus brachten de ouders de kinderen naar de oppas toe. De kinderen kwamen daar aan en ze namen dus afscheid van de ouders. Dag papa, dag mama, veel plezier in Duitsland. En toen deed oma de deur open. Ze gingen dus samen naar binnen toe en ze maakten dus kennis met oma. Ze is 75 jaar oud. Oma vertelde dat ze een geweldige jeugd heeft gehad, vol actie en spanning. Ook vertelt ze dat ze een superleuke baan heeft gehad als boerin en dat ze nu nog geniet van de oude dag. Ook zegt ze Gen Z wel te kunnen waarderen, ook al is zij stokoud. Oma was geïnteresseerd in de telefoons van de kinderen. De kinderen lieten alles zien. YouTube, TikTok, Instagram, Snapchat, WhatsApp en noem maar op, gezien oma helemaal geen telefoon heeft. En oma wilde graag leren TikToks te maken. Dus de kinderen gingen haar een TikTok dansles leren. Na leren TikToks te maken, ging oma lekker eten maken voor de kinderen. Ze legde wel de huisregels uit. Ze mochten overal komen op 3 plekken na. Waar ze niet mogen komen is op zolder, de slaapkamer van oma en de kelder. En er is ook nog een gouden regel. Als oma aan het koken is, mogen de kinderen niet kijken wat ze aan het maken is. Want oma houdt het graag een verrassingsrecept. Dat respecteerden de kinderen wel, maar toch durfden zij niet te eten naar wat er eigenlijk op school is verteld. David ging stiekem naar de kelder toe om te kijken wat er zat of dat er iemand was of zat. Hij ging zachtjes van de trap af en toen zag hij overal witte doeken staan. Alle objecten zijn dus bedekt met witte doeken. Hij wou de doeken er stiekem afhalen. Maar is het wel zo slim? Oma kwam naar Lex toe en vroeg waar David was. En Lex zei dat David op de wc zat. Waarop het antwoord van oma was, ah, dat is goed. Maar ik moet even naar de kelder toe om wat ingrediënten te halen voor mijn eten. Dus oma deed de deur open van de kelder en ze liep naar de kelder toe en David hoorde dat. David heeft zich verstopt achter een van die witte doeken die daar zaten. Oma praatte tegen zichzelf en zei, even kijken wat ik ga pakken. Ah, ik weet het al. Ze stapte naar het doek van David toe. Ze wou het doek van David eraf halen, maar vlak voor ze dat deed, zei oma, ah, nee, laat maar zitten. Het was die doek daarnaast. En toen pakte ze het doek wat naast David lag. Oma liep naar de tafel toe en ze pakte een hakbel. Ze hakte ergens op los, maar David kon niet zien waarop ze aan het hakken was. Maar nadat het slagpartij heeft gehad, liep oma naar boven toe. David kwam onder het doek vandaan en het stonk nogal behoorlijk. Hij keek naar de plank waarop geslagen werd en er zat dus heel veel bloed op de tafel. Hij vond het eng, maar bedacht dat oma een beroen en slager was geweest. Dus hij besloot stiekem zachtjes naar boven te gaan. En gelukkig heeft hij oma niet gespot voor de deur. Het eten is klaar, is wat oma zei. Ze besloot dus naar de eettafel te gaan en lekker gezamenlijk te gaan eten. Oma zei, ik heb niks voor het vlees betaald en ik heb het gewoon gratis weten te fixen. Het ziet er nog apart uit. Een lever of zo. Maar oma zei dat ze het moeten proberen en dat ze er pas van gaan genieten. Dus ze besloten lekker samen te eten. Maar op het moment dat David een hap nam, begon hij te kokhalzen. Gelukkig zag zij dat niet, maar ook Lex vond dat het totaal geen lekker smaakje was. De aardappelen en groenten waren prima te doen volgens David en Lex, alleen het vlees was nogal nasty. Ze zijn klaar met eten en oma moest nog even boodschappen
boodschappen doen. Althans, dat zegt ze. Ze besloot de auto te pakken en naar de winkel te rijden. Ze zijn alleen thuis, wat ze ook gewoon denken. En David begon het hele verhaal aan Lex te vertellen wat hij in de kelder heeft gezien. Lex was hier totaal niet over te spreken. Hij begon te kokhalzen en hij wil graag het huis ontvluchten. Maar de deuren zijn dus op slot. En ze kunnen niet zomaar de deur open doen. De ramen zijn gebarricadeerd, want er zit dus een megaslot aan. Ze gingen door een spleetje van de gebarricadeerde ramen kijken of de auto van oma er nog stond. En ja hoor, de auto stond er gewoon. Ze hebben ook niemand horen wegrijden. Oma is dus blijkbaar altijd thuis geweest. Nadat ze gekeken hebben, besloot ze weg te lopen en draaide zij zich om. En toen ze zich omdraaide, stond oma daar. Zoeken jullie iets? En ze kregen beide de schrik van hun leven. Ze zeiden beide heel beangstigd, nee hoor, er is niks aan de hand. Waarop oma zei, mooi zo. En ze liepen weg. David en Lex keken elkaar aan alsof wat aan de hand was. Want er is dus genoeg aan de hand. De kinderen liepen naar de woonkamer toe en zij besloten SpongeBob te kijken. Maar plotseling kwam oma binnen. Oma vroeg aan Lex of hij even mee wil helpen in de kelder. Lex besloot naar de kelder te lopen, maar op het moment dat ze in de kelder zijn gekomen, besloot oma stil te staan. Oma vroeg aan Lex, wat deed David toen straks in de kelder? En waarom loog je tegen mij? Lex gaf geen antwoord, waarop oma zei, nou, zeg op, waarom lieg je dan? Lex zei dat David iets hoorde en dat hij erop afging. Oma vroeg, wat hoorde hij dan? En Lex zei, waarschijnlijk hoorde David een muis of zo of iets in ieder geval in de kelder. En oma zei, ah, oké, ik ga even iets halen. Ik ben zo terug. En Lex besloot dus te wachten. Toen oma terug naar boven liep, hoorde Lex iemand roepen van, help! Het klonk alsoof die persoon iets in haar mond had. Lex schoot meteen te hulp en hij haalde het doek eraf. Het was gewoon Michelle. Oftewel die dame die al een maand lang vermist was, waarover in de klas gesproken werd. Lex vroeg of alles in orde was en Michelle zei, ja, het gaat wel. Lex vroeg, is ook alles oké met Stacy? Waarop Michelle zei, daar wil ik het liever niet over hebben. Lex wist al meteen hoe laat het was. Michelle zei dat ze één manier moesten vinden om te ontsnappen. En daar was Lex het volledig mee eens en hij zei, kom, laten we nu ontsnappen. Maar toen ze weg wouden lopen en zij zich omdraaide, stond oma daar. Waar denk je naartoe te gaan dan, hè? Lex en Michelle zitten allebei een beetje bij van, niks hoor. En oma zei, dus jullie denken dat ik een kannibaal ben? Ik ga je één verhaaltje vertellen. Want toen ik net zo oud als jullie was, had ik een YouTube of TikTok. Nee, wij moesten gewoon buiten spelen met iedereen. Dit was het moment dat iedereen als sociaal en leuk was met elkaar. Het enige wat jullie doen is op die stomme apparaat zitten van YouTube, TikTok, Instagram, al die social media. Het leven is verwoest. Maar weet je, zo erg is het ook allemaal niet, want ik ga jou en jou een lesje leren. En deze les kun je nooit meer navertellen aan iemand, want dit is misschien de laatste dag dat je nog iets hebt gezegd. Michelle spuurde in oma's gezicht en Lex gaf een stomp in oma's maag en zo probeerden zij dus te ontvluchten. Hoewel Michelle net snel genoeg was om te vluchten, lukte het Lex net niet, want Lex werd dus gegrepen bij zijn kaag. Oma bindde Lex vast en ze pakte de hakbel. Oma zei, dit gaat me eventjes pijn doen. En oma sloeg hem met volle kracht op los. En van Lex is er niks meer over. Michelle is met paniek naar David toegerend en ze probeerde oma te ontvluchten. Maar dat kon niet. Alle ramen zijn gebarricadeerd en alle deuren zitten op slot. Hoewel Michelle de sleutels op tafel zag liggen, wou David er naartoe gaan om die sleutels te pakken. Maar op het moment dat hij dat deed, pakte de oma de sleutels. Zo, wat denk je naartoe te gaan dan, hè? Oma was woest en zei dat Lex en Michelle hun telefoons moesten inleveren. Echter weigerden ze dit te doen en toen rukte de oma de telefoons uit de handen. Het is niet tijd voor een ouderwets avondje. Zo besloot de oma met de rest namelijk tv te kijken. David was erg moe en hij viel in slaap. Michelle vroeg zich af hoe het kwam dat hij in één keer in slaap is gevallen. Maar toen ze ging nadenken wat ze zelf heeft meegemaakt, wist ze al hoe laat het was. Een paar uur later werd David wakker. En hij zit dus namelijk vastgebonden naast Michelle op een zolder. Weet je wat er met Lex is gebeurd? Misschien heb je wel honger. En de avondmaal die je hebt gegeten is de leven van Stacy. Hebben jullie nog zo'n grote mond? Nee hè? Gewoon braaf luisteren naar oma. Oh ja David, je was in slaap gevallen hè? Dat heeft ermee te maken dat ik het slaapmiddel over Stacy's lever heb gedaan. Lekker stuk vlees hè? Slaap lekker. Maar nu zijn jullie beide onderdeur van mij. En hier kom je niet meer weg. En zo liep oma dus naar beneden toe. Het weekend zit erop en de ouders besloten dus de kinderen op te halen. De ouders bellen aan en ze wouden David en Lex ophalen. Alleen zei oma dat hij dus weggelopen is samen met Lex. De ouders zeiden, oh, misschien dat ik even een lokale oproep geplaatst waar ze eventueel naartoe zijn gelopen. Maar plotseling hoorden de ouders David en Michelle keihard gillen. En dat hoorden de ouders. De ouders zeiden van, nou, volgens mij zijn ze gewoon hier hoor. En oma raakte van slag. David en Michelle wisten toch los te komen en zijn dus wel met duct tape en touw vast naar beneden gelopen. Oma werd woest op ze, maar de ouders leerden ze een lesje. Zo pakte de vader de baksteen die op de grond lag en sloeg ze zo oma neer. Oma was dus overleden, omdat de klap net iets te hard was. David is weer terug bij papa en mama samen met Michelle. Ze vroegen waar Lex is gebleven. David begon te huilen. De ouders wisten precies hoe laat het was en ze gingen dus mee huilen. Dit was het verhaal achter de boze, creepy oma. Like even deze video, abonneer op de kanaal en belletje aan en dan zie ik jou weer terug bij een nieuwe video. Adios.